Mensen, even na vijf. En dat betekent... Elke dag weer zomertijd. Met moppen, limmerings en narigheid. Zomertijd, als ik naar huis toe ga. Met die maffe gasten van Veronica. Drie uur lang, alleen maar lol. Maar na een uur heb ik de broek al vol. Ander woord voor gekke seks. Mafkees. Maar mafkees, hè? Dus raar kees, hè? Dus zeg maar in touwen of beugels of zo. Ik heb gekste dingen gezien op internet. Wat een leuk medium is dat. Nou, we gaan eens even kijken in de regio Venlo. Theo, jij leest het regelmatig voor, die bandenprikker, hè? Ja, de bandenprikker. Die daar gaat een limmeringje over. Quickfit. Ja, dus de manager van Quickfit die dat waarschijnlijk doet. Nou, dan hebben wij ook Ben O.L., weet je wel. Die man die zeg maar zwemles gaf met de zogenaamde bowlinggreep. Die is nu, Die is nu eindelijk aangeklaagd. Hè? Dus we hebben trouwens ook een leuke alternatieve straf voor hem hier in een limmerik. Die gaat zo voorbij komen. Daar gaat er een limmerik over een klein voorval gisteren. Toen we de Soul Show Classic van Earth and Fire draaiden. Daar staat ook een limmerikje over. Ja, dat is goed. Dan is er onderzoek gedaan naar zeg maar, de arbeidstijden van prostituees. Hè? Nou, je dacht dat vrachtwagenchauffeurs vaak zeg maar, het schijfje te lang lieten doordraaien. Ja. Nou, de muts van de prostituees, die maken ook overuren. Maar zit geen tellertje op? Ja. Is er geen tellertje op? Mag ik uw schijf even controleren? Mag ik uw schijf even controleren? Schijf. Sorry, ik stond je verkeerd, hè? Moeten we ook nog even naar Groningen, naar Oldambt. Daar zijn ze bezig met een nieuw gemeentelogo. Daar zul jij ook al iets over gehoord hebben. Ja, er zijn nu een zeg maar, aantal ontwerpen ingediend. Ja. Maar plaatselijke belangen Scheemda, die zien het nieuwe logo niet zo zitten. Nee, wat was het dan? Ze zeggen het lijkt op een vrouwelijk geslachtsdeel. Oh, dat druk ik me netjes uit. Ze kijken dus naar het logo van hun eigen plaats en denken van... Kut. Is niet goed. Nee. Is niet goed. Nou, en dan ook even triest nieuws. Want de vader van Joran van der Sloot, die is plotseling overleden tijdens een wedstrijd tennis op Aruba. Heb je het niet gehoord? Nee. Ja. Oh, ik dacht dat jij weer een liedje aan het maken was. Maar, hij is echt waar. Voor mij is hij achter in de 50, Theo. Wacht even, ik schrijf het even op. Met tennis is niet... Ik schrijf het even op met tennis. Nou, mensen, limmerings die komen er nu aan. Ja! Venlo zijn weer veel autobanden aan wacht. Steken de autoband vergeetpot. Zinloze gek. Opvoedingsgebrek. Het wordt tijd dat Jack de Prikker zelf geprikt wordt. De manager van Quickfit zegt... Gezinnen liet hij achter met een levenslange kater. Misbruikte kinderen, veel schade voor later. Ben O.L. is nu eindelijk echt aangeklaagd. En als je een gepaste straf voor dat beest vraagt, zeg ik 180 uur. Onder water. Dat houdt hij wel vol. Even naar gisteren. Hij wat was die show van gisteren te vaag, man. Had die lippen misschien een stuk in zijn kraag, man. Wolfman Jack draait zich om in zijn graf. Fan, is veilig een zaaltje voor schaf. Een social classic van Johnny K. Social classic. Het beroep van prostituee is waarachtig niet licht. Want elke malen roept dan wederom de plicht. Zij gaan voor de klant door het vuur en werken per week wel meer dan 100 uur. Het is triest, ze doen geen been meer dicht. Jongens, Oldambt in Groningen heeft een nieuw gemeentelogo. Maar plaatselijke belangen Scheemda vindt het maar nou zo. Ja, dit kan gewoon echt niet. Je weet dus niet wat je ziet. In dit ontwerp zie ik dus mijn eigen vrouw, de kale kamer. Roeien. Triest nieuws deze keer voor Joran van der Sloot. Zijn vader Paul stierf op Aruba een plotselinge dood. Nemen ze afscheid met een begrafenis of een crematie, het is toch wat ongewis. Of regelt Joran zelf weer iets? Met zijn boot. Kom maar. Dit is natuurlijk heel erg. Ja. Je mag niet lachen of niet leveren. Ja. Ik ga er niet... Nee.
Dus, nee. Die lachen. Ik zie zelfs een traan. Wat zeg je? Ik zie zelfs een traan. Ja, ik zie zelfs niks. Ik zie alleen een steentje.